Vandaag ben ik aanwezig op het Strandbalfestival in Rijswijk. De plek waar Rijswijkers elkaar ieder jaar ontmoeten. De ideale plek dus voor mij om te gaan kijken wat men hier eigenlijk vindt van participatie met de gemeente. Willen ze dat wel of willen ze dat niet? Ik ben benieuwd. Mag ik u wat vragen over participatie? Ja. Weet u wat het betekent? De weggeefwinkel? Waar je gaat invoegen. Waar je gaat invoegen? Ja. Denk je dan niet aan de gemeente? Nee. Ik heb geen idee waar ik dan aan moet denken. Mensen die het leuk vinden om in het verenigingsleven allerlei dingetjes te doen. Participatie, jeetje, Mina. Ja, deelname hè, van burgers aan het maatschappelijk leven. Juist. De gemeente Rijswijk wil ook graag meer doen met participatie. Die wil graag samenwerken met de inwoners en burgers van de gemeente Rijswijk. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, helemaal goed. Ja, ik bedoel, je bent er voor mensen en door mensen, dus ja. Dat is democratie, toch? Ik denk dat het gewoon belangrijk is om naar iedereen te luisteren als je burgemeester bent. Ze proberen het wel. Dat bijvoorbeeld vorige keer wouden ze daar een nieuwe speeltuin aan bouwen, dan dat ze jouw mening vragen. Maar ik vind dat het wat meer moet worden. Maar ja, ook de burgers moeten het ook willen. Dat is het probleem. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat wij ons daar niet zo heel erg mee bezighouden. Nee. Nee. Ze doen toch precies wat ze zelf al gedacht hebben te doen. Maar je zou zelf ook wel een idee willen opperen en dat collectief dan bij de gemeente willen aandragen? Nou, dat niet, maar ik ben wel een persoon die heel graag meewerkt. Dus stel zo'n groep of zo, vind ik wel leuk om bij te zijn. Nou, wel als ik daar, als iemand met iets komt van wil je meedoen of zo, dat lijkt me wel leuk. Nee, daar ben ik te oud voor. Te oud? Ja, joh. Ziet er nog fantastisch uit? Ja. Nou, eerlijk gezegd ben ik wel de gemakzuchtige burger die best wel even mee wil denken, maar het erg fijn vindt als de gemeente het gras maait. Als jij iets wilt bereiken, dan is het handig als je daaraan meehelpt. Dat je het niet overlaat aan de gemeente, maar dat je zelf initiatief neemt. Na een dag kletsen met Rijswijkers ben ik tot de conclusie gekomen dat Rijswijk zeker open staat voor participatie. Maar moet het niet te veel moeite kosten en moet wel duidelijk zijn hoe zij bij de gemeente terecht kunnen komen. Dus participeren en Rijswijk, gemeente, ja, dat gaat wel goed komen. Ah, op samenwerking.